luchtweg vrij. Ze ademde normaal. Saturatie goed. Capillair refill. Normaal. ABC stabiel. Absoluut. Ik heb alle controles goed uitgevoerd en toen ben ik naar die fietser toe gegaan. En toen hield hij me tegen. En wat zei hij? Hij schold me uit. En hij trok aan me en toen ben ik boos geworden. Ik heb hem beloofd dat zijn vrouw het zou overleven. En nu is ze dood. Hoe kan dat? Hij heeft haar zelf vervoerd. Als hij op de ambulance had gewacht, dan was dit allemaal niet gebeurd. Maar hij heeft dat gedaan omdat ik haar niet wilde helpen. Wat heb je tegen me gezegd? Doe eens alsof ik hem ben. Meneer, laat mij mijn werk doen. De ambulance is onderweg. Gaat u alsjeblieft naar uw vrouw toe en wacht op de ambulance. Zoiets had ik gezegd. En toen, toen ben ik die nekkraag bij die fietser om gaan doen. En toen kreeg ik een harde klap op mijn achterhoofd. En toen ging ik uit. Is er verder nog iets wat jij van belang vindt? Zoals danseres. En daarom wilde hij dat ik haar been zou redden, maar... Het zag er vreselijk uit, maar het was niet iets om aan dood te gaan. Heb je achteraf het gevoel dat je bij haar had moeten blijven? Ja, los van het feit dat hij met haar is gaan sjouwen. Die fietser had acuut hulp nodig. Dus je zou nu weer dezelfde beslissing nemen?